jongens, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En voordat we met deze video beginnen, laat even een blauw duimpje omhoog. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En laat een toffe reactie achter, dat vind ik altijd leuk. Zoals je ziet, ben ik weer thuis en ben ik weer terug van wintersport. En daar ben ik zeker super blij mee. Het was echt geslaagd, leuk, echt weer leuk. Om toch weer in een hele andere omgeving te zijn, om lekker van die piste af te gaan. En dat geeft echt een super vrij gevoel. Dus als je het nog niet hebt gedaan, ga een keertje op wintersport, zeker weten. Vandaag gaan we nog niet trainen, of in ieder geval morgen gaan we trainen. Ga je zeker zien in deze video. Maar ik ben weer thuis en ik wou even de Q&T producten laten zien aan jullie die ik deze maand heb besteld. En ik wil die even aan jullie gaan laten unboxen. Dus hier is het pakket. Als eerste wil ik nog even zeggen, superleuk dat sommige mensen ook producten van Q&T hebben geprobeerd. Want dat zag ik langskomen. En dat kan jij ook natuurlijk. En ik heb ook nog een extra kortingscode voor je met Julius20. En dan kan je altijd wat producten proberen. En ik zal ook in de video's vaak laten zien welke producten ik fijn vind. Natuurlijk is dat per persoon verschillend. Maar sommige vind ik wel echt lekker. En die laat ik dan natuurlijk aan jullie zien. En dat ga ik deze maand ook weer doen. Dan ga ik gewoon weer kijken welke ik chill vind. En dan ga ik die gewoon aan jullie vertellen. Dus we maken even de doos open. Ik heb hem niet helemaal goed opengemaakt, zie ik. Ah. Als eerst heb ik een protein Choco Crisp. Dus we hadden de vorige keer natuurlijk de Nutella. De normale. En nu hebben we de, in principe de White Chocolate Crunchy. Klinkt goed. Lekker hoor. Dan hebben we nog een sample. Dus vorige keer was het wel handig. Toen ik op wintersport was, was het echt super handig dat ik zoveel samples mee had. Want dan kon ik gewoon elke ochtend een sample nemen. Dan had ik in ieder geval mijn eiwit al. Dan heb je nog wat kaartjes. Heb ik weer een bonnetje. We have prepared your order. En dan krijg je een foto met degene die het heeft gemaakt. Dus dat vind ik wel schattig ook wel gewoon. En leuk. Dan hebben we nog wat samples. Vegan protein. White chocolate flavor. En nog een smaak. Pistache. Yes. Dan voor de rest heb ik een pre-workout die ik nog een keer wil proberen. De laatste tijd eet ik vooral heel veel voor het trainen. Of heel veel, gewoon een reepje en een stuk fruit. En deze wil ik ook gewoon een keer proberen als afwisseling. En ik vind pre-workout zeker vooral handig. Ook gewoon toch wel in de sportschool toch wel meestal een goede boost. Niet altijd, de ene is wat beter dan de andere. Ik ga deze testen, zal ik het aan jullie laten weten wat ik ervan vind uiteraard. Voor de rest heb ik ook nog een creatine. Monohydraat, niet veel speciaals, zorgt gewoon voor. Het is wel een van de supplementen die echt goed is bewezen en waar je echt wat aan hebt. Maar in principe, veel mensen zitten altijd overdrijven in creatine, maar het helpt gewoon om iets sterker te worden. Maak je iets voller lijken, je spieren worden wat voller en je kan misschien 1 of 2 herhalingen meer. Nou, dan hebben we de 50% full protein, heb je de vorige keer ook gezien. En dat zegt wel iets natuurlijk, dat ik die deze keer ook weer neem. Deze is super handig en deze heeft ook gewoon echt goede voedingswaarde met 176 calorieën en 25 gram eiwit. Dat is natuurlijk super veel en super chill. En deze neem ik altijd voor het trainen. Dan heeft Mirjam nog eentje uitgekozen en deze ziet er wel echt heel lekker uit. En dat is de 36% Protein Joy Caramel Cookie Dough Flavor. En deze lijkt me heel erg lekker. Ik denk dat ik deze zometeen ga proberen of morgen. Deze ga ik voor trainen nemen. Maar nu gaan we natuurlijk niet trainen in principe, want het is morgen. En we hebben ook weer de drankjes, die waren super handig. En deze keer hebben we het in koffiesmaak. Dus vorige keer had ik een chocoladesmaak en deze keer in koffiesmaak. Nou, dat is ook weer klaar. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik vandaag, ga ik dus niet trainen, maar dan zie ik jullie morgen weer. Nou jongens, we zijn in de sportschool, we gaan even benen trainen. En we zijn eigenlijk lekker vroeg in de ochtend, zodat het lekker rustig is. Op zich gaat het wel goed met de benen. Ik heb wel een beetje last van mijn enkel. En dat komt omdat ik een lange tijd geleden ben getrapt op voetbal. Dan speel ik 1 keer in de week een wedstrijd. En dan ben ik deze week keihard een keer getrapt. En eigenlijk heb ik nooit blessures door het fitness zelf. Maar echt wel door voetbal worden. Dus dat is wel vervelend. En daarom gaan we ook de leg press doen. Maar ook omdat ik die gewoon wat meer kan aanspannen dan de squat. En ook gewoon een fijne variatie. En lekker oefenen. Killing me softly. I have to choose, should I leave or should I stay with you? I am addicted, we are too close. One more day and I'll overdose. Killing me softly, I gotta choose. Keep my life or lose myself in you. I'm so addicted, it has to end. But why do I keep holding your hand?
I am stuck and I'm hypnotized. Visions of you come and stay the entire night. My mind is very rescue. Nou, waar we natuurlijk vooral op letten, is rustig naar beneden laten zakken. Dus doe vaak 3 seconden best wel stroom zakken en gecontroleerd uitvoeren. Voor de rest, je knieën duwen natuurlijk een beetje naar buiten, die wil je niet naar binnen. En je wilt, als je strekt, wil je in principe niet overstrekken. Dus je wil altijd een lichte buiging houden. En je wilt gewoon je billen op een bankje houden, zodat er minder druk op je rug komt. Dus je probeert altijd gecontroleerd uit te voeren. En naarmate dat goed gaat, kan je gewoon het gewicht verhogen. En ik ben bij mezelf dat het eigenlijk best wel goed en chill gaat. Het fijne van de legpress is ook dat je gewoon een grote range of motion kan maken en je kan de beweging wat meer controleren. Bij een squat is het gewoon wat lastig, want er komt gewoon meer druk op het hele lichaam. Dan moet je echt alles aanspannen om omhoog en omlaag te komen. En bij de legpress kan je gewoon gerustig je benen naar voren en achter bewegen. Dan kan je toch gewoon meer spanning op die benen krijgen. Dus nu gaan we 280 doen, gewoon gecontroleerd weer uitvoeren, rustig. En ik denk dat het goed moet komen. Hoe we vaak de indeling doen is dat we 2 voor de voorkant doen, 2 voor de achterkant en vaak eentje wat je op hebt. Waar je het spier op lengte brengt, een ander waar je kort maakt. Bijvoorbeeld stiff leg deadlift in combinatie met bijvoorbeeld de leg curl, omdat je dan de hamstring gewoon optimaal gebruikt. Dus we gaan nu even de deadlift variant doen en dan doen we straks later de leg curl, maar ook nog andere dingen tussendoor. You'll be dead of me. Nou jongens, ik heb hier nog even wat eten. 3 rijstwafels met duo panotti. 3 met 2 plakjes kipfilet, dus in totaal 6. En een tomaatje. En een bakje kwark met appel. Nou jongens, ik wou het nog even ergens over hebben. En het is ook de titel van deze video trouwens. Dat ik een week niet heb getraind. En dat is gewoon puur doordat ik natuurlijk op wintersport was. Is in principe geen excuus. Maar het was voor mij wel even een mooie omstandigheid. Om eventjes niet te trainen, omdat ik al heel lang gewoon 6 keer in de week zonder echte rust train. Echte rust zeg maar. Tuurlijk, ik doe wel een keer een dagje rust. Maar dat ik gewoon echt niks doe met krachttraining. Tuurlijk ben je met wintersport wel in beweging, maar het is natuurlijk weer iets heel totaal anders. En het voelt eigenlijk wel goed. Ik voel me nu gewoon super goed en fijn. Ik zit lekker in mijn vel, dus dat is belangrijk. Dus het is echt niet verkeerd om een keer een weekje niks te doen als je misschien een stressvolle periode hebt. Natuurlijk is het ook niet handig om elke week een keertje een weekje rust te nemen, want dat schiet niet op. Maar als je echt voor langere periodes, dan praat ik echt over maanden, achter elkaar hard traint voor je gevoel. En je merkt ook kleine pijntjes bijvoorbeeld in je gewrichten, dat het goed is om eventjes misschien niks te doen of minder te doen. Of misschien 3 keer te gaan in plaats van 6 keer, dan kan je misschien 3 keer full body doen. Het is op zich allemaal handig. En voor de rest wil ik iedereen nog bedanken die in is geschreven in januari. Want het is abnormaal, superveel mensen echt
super leuk dat er zoveel mensen bij GFR Fitness zijn gekomen. En we blijven dit jaar ook gewoon weer doorgaan. En ik vind, ben trots op mijzelf dat we dat zo mooi kunnen neerzetten. En zoveel mensen op een leuke, goede en verantwoorde manier kunnen helpen. En mocht je daar nog twijfelen, kijk gewoon op de link. Stuur mij gewoon een berichtje. Ik ben altijd bereikbaar via WhatsApp mag ook. Maar Instagram, Facebook is het makkelijkste. Stuur gewoon als je twijfelt. Stuur een berichtje. Zeg, hey Julius, dit is mijn situatie. Heb je misschien tips? Of heb je misschien een goed idee wat voor mij zou helpen? En dan kunnen we altijd gewoon kijken naar de mogelijkheid. En niet geprobeerd is altijd mis. Dus als je daar nog over twijfelt, stuur gewoon een berichtje. Ik ga nu weer eventjes aan de slag. Ik was even bezig met iets om een filmpje op te nemen voor de mensen die lid zijn over hoe de app nou precies werkt en hoe je het handig kan gebruiken. Het is zeker lastig als je bijvoorbeeld net begint natuurlijk. Maar ik ga er weer even mee verder en even eten. Komt helemaal goed. Jongens, het was weer een lange dag en ik ben weer klaar voor een nieuwe week om lekker te knallen, lekker te trainen, om alles te geven en om mezelf weer lekker te verbeteren op alle vlakken. In ieder geval, leuk dat je weer hebt gekeken naar deze video. Like als je nog niet hebt geliked. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Ik kan me bijna niet voorstellen. En dan zie ik je uiteraard weer in de volgende video. So great for my city. I'm the realest one that's rapping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my god, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I